Nou, ja, mensen, hallo, we hebben hier Minecraft en we hebben dit. Nou ja, zou ik eens even iets slepen. Kijk, mijn Minecraft die gebruik ik 5 gig. Dat zie je denk ik ook wel nou. Ja, 5 fucking gig, lekker veel weet je. Waarschijnlijk doet hij het nou ook gewoon weer niet, omdat het te weinig gig wordt gebruikt. Ik moet wat hoger gig instellen, terwijl ik Minecraft gig op 8 gig heb staan al. Maar kijk, het draait out of memory. Dus hij kan niet hoger. Dan moeten we even kijken. Ik moet het even op met OBS ook opnemen, dan dus komt het niet goed. Hij draait daar buiten, dus zetten we nu op 12 gig wat hij mag gebruiken. Aan RAM. Nou, ik moet even met OBS opnemen, ik kan ook natuurlijk met GeForce Experience kan ik natuurlijk opnemen, dat gaat natuurlijk veel beter dan OBS. Maar omdat, nou, ik moet gewoon dit even opnemen, anders zou ik juist mijn game afsluiten. Stop dan ook in de opname. Nou, even dit openen. Kijk, je ziet een Minecraft opbouwen. Moet dat 5 gig? Hoe lekker veel. Ja, weet je, het is ook lekker veel weer. Maar dat boeit niet natuurlijk, want ja, zo'n mooie texturepack. Het is 2K en die andere is ook 2K. Moet 2 keer 2K inladen, dus het is totaal 4K wat die moet inladen. En dan moeten ze 5 gig. Ja, mijn Minecraft is een paar keer gecrashed. Maar ja, ik vind dat hij nog redelijk snel oplaadt. Inlaadt. Nee, dat laat soms. Maar ja, een beetje, kijk. Ik heb nou een fucking textpack erin zitten voor 2K. Ik kan het ook wel in de beschrijving zetten, downloadlinkje. De ene is volgens mij. Even kijken. De ene is 800 MB. En de andere is 137 MB. De ene is 800 MB, de andere is 7 of 137 MB. Dus ja, dan zit je op zo'n bijna 1 gigant textpack. Vind je het gek dat hij al die dingen moet inladen? Want hij moet natuurlijk allemaal 2K inladen, 4K. Totaal om inladen. Het duurt allemaal lekker lang. Ja, weet je. Dat is net zoals de dit is Resource Pack 2048 keer 2048. Dat is het hoogste wat er nu totaal is. Ik weet niet of het nog hoger is. Je kunt natuurlijk ook 4K texture packs hebben. Kijk, hij is eigenlijk bijna klaar. Dat er bijna dat er 500 zitten, is die klaar volgens mij. Dan doet hij het hier. Maar ik weet het nog niet als hij het doet. Ik hoop het natuurlijk wel. Wat ik lekker veel gebruik nogal. Videokaart. 3D dit al, joh. En, ah, kijk hier, Minecraft is klaar. Nu kan hij niet out of data runnen. Kan niet. Kijk, ik zal dit even zo openzetten. Kijk, hij is 1285 out of memory. Kan niet. Ik heb 12 gig gegeven. Uit. Nou, ik moet even gewoon 12 jaar. Ik kan.
Ja, ik wou net zeggen, ik dacht, de dingen doet het niet meer. Ik zit te kijken, de opnames, en ik doe mijn ding, mijn microfoon niet meer. Maar ik wil wel zeggen, in ieder geval, dat ik deze eruit heb gehaald. En ik heb laten zien waarom ik deze mooier vind dan die. Nou, kijk, je hebt, ja, wacht, ik ga wat caven. Laat mijn opslag zitten zo. Nou, je hebt dit. Okay. Je hebt gewoon dit zo, een beetje verlaten ziet het eruit, weet je, dit. Dan ga je hier naartoe. Doe ik deze extreem erin. Kijk, ik vind dit. Het is wat lichter. Het is veel te licht, vind ik eigenlijk. Daarom dacht ik dus juist deze. Deze geeft dat oude look qua. Ja, wat is het? Gewoon qua dingen. Het geeft het oudere look. Het is niet zo tegenwoordige kleur die is. Ik vind deze toch wel wat mooier. Nou ja. Die andere shades die gooien het natuurlijk wel weer beter. Deze denk ik. Ik zet er wel even op 8, want ik ben nog aan het nemen met OBS. Terwijl ik eigenlijk opnemen moet. Want ik heb daar ingesteld op. Ja. Op GPU. Jezus, ik kan niet uit mijn woorden. Even daar denk ik. GPU ingesteld. Ik had het eigenlijk op CPU moeten instellen, maar ja, weet je. Fuck dat. Nee, wait a minute. Weer, hè? Weer. Nee, wacht. Ah, kak, jongen. Ik wil dat gewoon eens een keer eventjes doen met zonsondergang. Weet je, dat is dan wat mooier. Maar die zon die staat er weer in mijn benen boven. Laat maar. Kijk, dat weet ik. Dan wil ik daar bij het water gaan staan. En dan is dat gewoon mooi. Dan zie je die zonsondergang. Hartstikke mooi vanuit het water. Weet je? Nee, het moet elke keer. Moet het weer. Fucking. Ja, dan kan je zo kijken zo. Zo, oh, kijk hem daar in het water gaan. In de water. Dus heb ik heel graag in een eilandje. Omdat het kan. Echt voor meer eten gezorgd, jongen. Mijn tools zijn ook weer bijna kapot. Kapontiontie. Bro, Kimpy Party. Nou, die geen zijn zitten. Kijk hoe lelijk. Dan heb je nu normaal Minecraft. Nee, ik vind het nee, lelijk. Nou ja, niet echt lelijk. Moet ik eens even beneden kijken. Ik heb dit nog nooit. Dit heb ik niet gezien zonder shaders. Dat is echt slecht eigenlijk. Ik heb dat alles met shaders gedaan, dit. Alles met shaders heb ik dit gedaan. Ik zit zo een beetje. Ja, echt best wel slecht. Daar zit ook iets. Hoe moet ik daar naartoe? Nou ja, iets in die hele grote cave. Dan heb ik geen zin om naartoe te gaan. Nee. Weet je, dat kan. Als jullie resource pack willen gebruiken, ik zou hem wel even erin pleuren. Kun je hem downloaden via Mediafire. Dan zou ik wel meteen even. Media. Ik zal er meteen al even een linkje van maken. Zo, even inloggen. Wat heb ik hier allemaal in zitten? Genereerd. Upload. Van computer.
heb nog 11 gig over, zegt hij. Zie je hem ook weer? Ik kan wel even gaan pleuren. Allebei ook trouwens, de 2K en die andere. Nog een file bij een SD. Ik zal ook wel even de DMS erin doen. Wanneer niet de DMS, de Hubblepub Extreme. Dat is mijn textpack. Zo. Dat doe ik ook wel even in. Totaal 830 MB. Nou ja. Eén file heb ik al. En de rest is nu ook aan het uploaden. Dit nog 10 minuten, zegt hij. Nou ja, ik, wanneer ik deze video er ook upload, dit natuurlijk ook nog even. En ja, dat dit er gewoon even altijd. Serieus? Doet hij nou weer niet? Waarom? Oh. Waarom doet hij nou weer niet? Misschien maar. Ik snap sommige dingen echt niet, jongen. Waarom doet Cinebench het weer niet? Zo'n crack ding. Cinebench, ik heb hier fucking resources heb ik erin geplet. Waarom doet die Cinebench, die gaat daar? Ja, nou ja, oké. Okay. Ik vind het goed, ja. Hij heeft al bij die ene. Die 2K, die 800 dB, had hij nog niet gedaan. Die is hij nu dadelijk aan het doen. Die andere is 75% klaar, 80% klaar. Dus dat gaat hij daar ook even doen. Dat is Cinebench. Hallo Cinebench. Accepteren. Nu gaan we even CPU runnen. Okay, dan gaan we even kijken. Dat is eigenlijk best wel slecht. Hoe dit gaat. Want dit mijn processor is best wel ruk eigenlijk. Maar. Weet je, ik gebruik het niet voor rendering en zo. Ik gebruik het als processetje voor dingetjes opstarten, programma's, Google, voor de games. Voor de games gaat het allemaal vrij makkelijk en zo. Dus ik vind het niet echt een ramp of zo. Maar weet je, soms is het. Kijk, voor dit, voor rendering en zo, is het best wel ruk. Maar voor rendering gebruik ik mijn videokaart. Dus ja. Bij Blender en zo. Las Vegas, Vegas Pro, Vegas Pro 15 natuurlijk, Vegas 15 Pro, die heb ik natuurlijk hier natuurlijk weer niet op staan. Vegas, Noah, ik heb het weer niet op mijn computer staan. Oh, de kak zo, moet ik weer downloaden, dat duurt heel lekker lang. Snap ik niet waarom ik dit doe, ja. Combustor. Dus van mijn videokaart. Kijk, daar kan je meteen zien hoe je dat ongeveer een beetje doet. Kijk, die. En welke ik meestal doe, is deze volgens mij. Even kijken. Nee. Dat is. Volgens mij was het deze. Dan een 3 gig. Want die hebben we vooral allemaal gebruikt aan opslag of dinges. Firmark, RAM load. Kijk, dan zie je die wordt die 100% gebruikt. 5,8 gig. Kijk, dat wordt het. Ja, dit is eigenlijk best wel wat. Hoezo is het zo weinig? Ja, waarschijnlijk omdat weet je, in de achtergrond ergens staat of zo. Oh ja, hij is aan het uploaden. Nee. Oh ja, en natuurlijk aan het opnemen. Kijk eens aan. Aan het opnemen. Ik ben ermee bezig, jongens. Ik ben het aan het uploaden voor jullie. En, ik upload het wel straks bij jullie erin. Bij de video. Dus vond jullie een beetje leuk. Laat natuurlijk een likeje achter. Nou, voor de rest weet ik niet. Dus later.